weer met de nieuwe skinwedstrijd. En zoals gewoonlijk hebben jullie weer allemaal ideeën voor skinwedstrijden. En dit keer heb ik deze comment uitgekozen. Doe de rijkste skins, Bowser Army! Alleen is Bowser met een S, moet een Z zijn. Klein detail, maar hey, ik ben alsnog tevreden met je idee. Kaije, die had dit achtergelaten in de comments. Bedankt voor je idee, want dit is precies wat we gaan doen. En daarnaast heb ik nog een paar andere bedacht. Want ik dacht, als we de rijkste skins doen, kunnen we ook de armste skins doen. Dus dat gaan we doen. En ik dacht, wat kunnen we daarnaast nog meer doen? We doen ook nog de vrolijkste skins en de zieligste skins. Daar gaan we ook naar kijken. Dus al die categorieën gaan we in deze video bij langs. En dan gaan we eens kijken wat de mooiste skins daarvan zijn. Dus we gaan naar de rijkste skins en daar dan de mooiste van. Hetzelfde met de vrolijke skin. En dan gaan we kijken naar de mooiste vrolijke skin. Dus ik ben benieuwd wat we allemaal bij langs gaan krijgen. Maar voordat we gaan beginnen met het kijken naar de allerrijkste skin in Brawl Stars, doe dat duimpje omhoog. 2000 likes zou wel heel nice zijn als dat gaat lukken. Vergeet niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En als jij natuurlijk iets koopt in Brawl Stars, vergeet zeer zeker niet de code BOOS te gebruiken. Maar laten we maar beginnen. En dan moet ik natuurlijk als eerst even een rijke skin uitzoeken. We kunnen natuurlijk voor een legendarische skin gaan. Maar ik vind het eigenlijk leuk om er eentje uit te kiezen die rijkdom uitstraalt. Wat gewoon met goud is en gewoon dikke monies. Dan hebben we bijvoorbeeld deze toegewijde Frank. Dan zie je gewoon, die is rijk. Dus ik vind deze wel echt vet eruit zien. Mythische skin. En die ziet er ook groot uit. Dus dat is ook een beetje meteen een indrukwekkende skin als het ware. Dus ik ga voor die Frank skin. En dan ben ik benieuwd of ik nu even kan winnen. In de vorige, zeg maar, skinwedstrijd video had ik geen één keer gewonnen. Terwijl dat ik normaal gesproken best wel vaak win. Maar dat had ik toen geen één keer gedaan. Of we hebben die Lou skin. Rick heeft die Hypercharge Rico skin. Het zijn inderdaad wel allemaal leuke rijke skins. Jep is Grip. En dat is natuurlijk ook gewoon een rijke knokker. Het is misschien geen skin. Maar ik vind het wel super goed bedacht. Want dat is gewoon een rijke knokker. Het is gewoon een kassa. Dus eigenlijk gaat er alleen maar geld in op. Ninja die heeft ook een vette skin. Dat is die van B. Dat is Neko B. Vind ik een hele vette skin. Oh ja, hij heeft alleen helaas niet gewonnen. Dus dat is jammer. Dan hebben we nog zo'n El Primo skin. Die gaat ook niet winnen. Gijs die heeft ook... Oh, ga ik nu niet verliezen hier zo? No! Ik had echt verwacht dat ik hier verder zou komen. Nou, blijkbaar niet. We hebben Delano en Gijs. Die worden denk ik nu gekild. Ja, inderdaad. Die worden inderdaad gekild. Die hebben wel die Rico skin. Die ook echt best wel mooi is. Dan hebben we No Life Taille en we hebben Rick over. En dan wie gaat uiteindelijk winnen? Rick gaat winnen! Wel een hele vette skin is dat, die Hypercharge skin. Ja, dat sowieso. Die kan je natuurlijk krijgen door middel van die megadozen. Maar ja, we hebben niet gewonnen de eerste ronde. Hopelijk de tweede wel. En dat is de armste skin. Dus dan moeten we proberen om zo'n arm mogelijke skin te kiezen. En je hebt natuurlijk ook best wel heel veel skins. Alleen wat zou dan echt een arme skin zijn? Agent P, dat was in principe ook wel een rijke skin. Maar dan moet je eigenlijk een soort van zwerverachtige skin hebben. Ja, dat zou je dan eigenlijk moeten hebben. Ik vind Cabold Carl, dat vind ik wel een beetje een skin eruit zien die wel redelijk arm is. Het is geen mooie skin, maar hij straalt wel een beetje, ja, skeerheid uit. Gewoon een beetje arm. Ja, dat heb je wel gewoon met deze skin. Dus dat zou eventueel kunnen. Ik kan nog even kijken bij de super zeldzame skins. Misschien deze Aardappel Squeak. Dat is ook. Dat is echt zo'n misvormde aardappel. Dat ziet er ook gewoon wel echt arm uit. Een beetje armzalig. Ik ga voor die Aardappel Squeak. Ik vind dat wel een leuke. Moet ik Squeak hier natuurlijk altijd eventjes tussen zoeken. Dat is altijd stom. Soms vergeet ik of een knokker nou zeldzaam of nee, episch of mythisch. Episch, mythisch, daar vergis ik me altijd in. In zeldzaam, super zeldzaam en legendarisch, die knokkers vind ik altijd wel snel. Maar episch en mythisch zit ik heel vaak tussen te zoeken. Oké, daar gaan we. En ik sta alweer niet in het midden. Oh, je hebt die holbewoner Frank. Dat is ook een donderse goeie. En je hebt die Nerd Squeak. Oh nee, ik heb per ongeluk gekozen voor Nerd Squeak in plaats Aardappel Squeak. Nou moet ik trouwens wel zeggen dat ik dit eigenlijk ook best wel een vette skin vind. Ik weet niet of het echt de definitie is van arme skin. Dan is holbewoner Frank is beter. Of ja, Frank is beter. En ik vond die Aardappel Squeak eigenlijk ook beter, om eerlijk te zijn. Maar op zich vind ik dit wel een grappige skin voor deze categorie. Het zou zo kunnen dat ik hem hiervoor wel apart had gekozen. Maar wie gaat nu gekild worden? Jep wordt als volgende gekild. En we hebben hieronder Gijs.
Die heeft ook die holbewoner. En No Life Tai heeft ook die holbewoner. Oké, ik ga nu gekild worden. Ja, een beetje stom dat ik dus die aardappelsqueak niet had geselecteerd. Of had ik misschien random skins aanstaan? Ik denk dat ik een klein foutje had gemaakt. Maar in ieder geval, we hebben nu nog 4 pranks over. En ik denk uiteindelijk, ja, hij wou die onderste pranks killen. Rick heeft gewonnen. Die kleurenvariant van Frank, die zou uiteindelijk hebben gewonnen. Dus dan weten we dat ook. Alleen stom. Huh, hoe had ik dat nou gedaan dan? Had ik hier dan... Oh, blijkbaar had ik gewoon die hele aardappelsqueak niet geselecteerd. Misschien had ik alleen squeak geselecteerd. Een beetje stom. Maar we gaan door naar de volgende. En we gaan nu kijken naar de allervrolijkste skin. Dan kunnen we natuurlijk even de lijsten weer bij langs. Op zoek naar een hele leuke, vrolijke skin. Ja, dat is wel het voordeel van zo'n overzicht. Je kan zo makkelijk er doorheen scrollen. En meteen zien wat nou een vrolijke skin is. Ik begin vaak bij de zeldzamere skins. Omdat dat vaak ook wel de wat vettere skins zijn. Maar ik vind niet echt een skin tussen zitten die meteen echt heel vrolijk is. Conny Max, die is wel echt ultra vrolijk. Check die glimlach ook gewoon. Ja, die is wel echt super schattig en hartstikke vrolijk. Dus dat zou eventueel een optie kunnen zijn. Dat is wel de vrolijkste. Die G-Search, die heeft ook wel een big smile. Maar die vind ik toch net wat minder vrolijk ogen, om eerlijk te zijn. Ik denk dat ik voor die Max skin ga. Ik denk niet dat veel voor die skin zullen gaan. Dus ik denk dat dat voor mij wel een goede is. En dan gaan we daar ook inderdaad meteen voor. Ben ik benieuwd of we nu een keertje kunnen winnen. Zou wel moeten eigenlijk, want ik heb tot nu toe nog steeds niet gewonnen. Volgende ronde is begonnen en ik sta weer niet in het midden. We kijken nu naar de vrolijkste skin. Ik vind Jip wel een hele vrolijke skin hebben. Ja, dat sowieso. Dat is een vrolijke skin. We hebben No Life Tyre, Robbe Gozens. Aaron, die heeft op zich ook wel een leuke skin. Die heeft ook zo'n big smile, die El Primo skin. Ja, die kijkt ook echt super vrolijk. Ja, dat zie je ook gewoon aan zijn gezicht dat hij lacht. Spike heeft natuurlijk ook altijd wel een leuke smile. Je hebt die Ninja, die heeft die Spike, of die masker Spike. Maar dan is het ook een beetje afhankelijk welke masker je voor je krijgt. Of die Spike skin een beetje vrolijk is of niet. En ik zal hem even killen. No Life Tai is daar dood. Ben ik benieuwd of we hier uiteindelijk een eerste game kunnen gaan winnen. Delano is degene die daarover gaat. Ben ik benieuwd naar. Die Gijs die heeft ook een leuke Lou skin die eigenlijk ook heel vrolijk is. En Aaron ook. Maar die gaat hier niet winnen, want die wordt nu gekild door Delano. We zitten in ieder geval in de top 3, want Ninja die gaat nu gekild worden. Ja, en die gaat ook dood. Dus dat betekent inderdaad dat we in de top 3 zitten. Zit ik eindelijk een keer bij de laatste paar? Dan ben ik benieuwd. Gijs gaat nu gekild worden. Ben ik benieuwd of Robbe Gozens of dat ik ga winnen. Delano die mag kiezen. En uiteindelijk laat hij Robbe Gozens winnen. Oké, dat is jammer. Wel tweede geworden. Dus dat is al een stuk beter dan de vorige paar games. Maar dat sluit u nog af met één laatste. En dat is de zieligste skin. Daar gaan we nu nog naar kijken. Dus dan hebben we nog één kans om een keertje te winnen. Gewoon een hartstikke zielige skin. Die echt heel bedroefd is. Ja, daar heb je er alleen niet zo heel veel van, denk ik, om eerlijk te zijn. Want Brawlsters wil juist skins maken die er natuurlijk cool uitzien. En niet per definitie zielig. Nee, dus dat is wel eventjes zoeken. Dan moeten we even alles bij langs gaan. Ik zie jullie wel op het moment dat ik eentje heb gevonden. Want ik wil nu even echt alles goed bekijken. Oké, ik heb uiteindelijk één skin gekozen waar ik denk ik wel voor kan gaan. En dat is deze Detective Gray. Gray heeft echt een beetje zo'n zielige uitstraling. En dan vind ik denk ik deze, ja, deze zwart-wit. Ik denk dat die er dan wel vet uitziet. Ja, maar dat gezicht van Gray, dat straalt wel echt een beetje zieligheid uit. Gewoon die ogen, ja. Op zich dat vind ik dit wel goed om voor te gaan. Er waren trouwens heel weinig keuzes. Ik kon echt geen goede vinden bijna. Dus ik ben benieuwd waar de rest voor is gegaan. Oké, eens kijken. Er is nog iemand anders die Gray heeft gekozen. Oh, aardappelsqueak, die is nu ook gekozen. Het was ook wel echt een heel lastig thema. Maar toch vind ik dat iedereen redelijk goed aan het thema heeft gehouden. Ik vind Sandy inderdaad ook wel een knokker die een beetje droevig eruit ziet. Dus ik vind dat inderdaad ook wel een goede keuze. Ja, oké, ik zal ook wel eventjes gaan huilen. Iedereen is zo zielig hier zo. Delano, die is die Nani skin, maar dat vind ik eigenlijk meer een vrolijke skin, om eerlijk te zijn. Maar Robin Gozens, die mag bepalen, want dat is degene die hier in het midden staat. Ninja, die wordt als eerste hier gekild, waarschijnlijk. Gaat hij dat doen? Nee, hij gaat als eerst Rick killen. Wie was Rick eigenlijk?
Die was volgens mij Carwol. Ik kon alleen niet helemaal goed zien welke skin dat was. Nou, dat maakt nu ook niet meer uit. Ik denk dat Ninja de volgende is die gekild gaat worden. Dus die kunnen we wel eventjes helpen. Ja, top. Want dan hebben wij misschien weer wat meer kans om de laatste ronde nog te winnen. Zou mooi zijn als we de allerlaatste ronde uiteindelijk nog kunnen winnen in deze video. We hebben hier Jep. Oh, die poelt mij naar hem toe. Oké, nou, dan is alles hier overgebroken. Maar ik denk dat Robin mij nu gaat killen. Denk ik. Of wat gaat hij doen? Hij houdt het spannend, maar ik denk dat hij mij wel gaat killen. Ik vond dat ik nu echt een goede skin had. Maar ja, als degene die in het midden staat dat niet vindt, ja, dan heb je er weinig aan. Ik gok dat Aaron gaat winnen. Ik vind dat Aaron wel een goede skin heeft. Dus ik verwacht eigenlijk dat Aaron de laatste is die overblijft. Dat is mijn voorspelling. Gijs die gaat nu gekild worden. Dan hebben we Delano, Nolife, Taye, Jep en Aaron over. Ja, ik denk dus dat Aaron gaat winnen. Jep die wordt nu gekild als Gray zijnde. Of nee, Aaron die wordt nu gekild. Jep die is nu al gekild. Dan hebben we Nolife, Taye en Delano over. Zul je zien dat die de Nolife, Taye nu gaat winnen? Nee, dat gebeurt niet. Want ja, ik wou diezelfde skin een paar rondes geleden zijn. Oh nee, dat was in de vorige video dat ik die wou zijn. Maar uiteindelijk heeft Delano gewonnen. Terwijl dat niet eens de droevigste skin was. Het was wel een mooie skin, maar niet de droevigste. Nou ja, was ook een beetje een lastig thema. Maar voor nu laat ik het bij. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Heb jij ook zo donders genoten van deze video? Dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus zeker weten even checken uit. En abonneer. Dan blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. Dan word je lid van de Bowser Army. Doe hè!